Kiek. Koek, koek. Hey. Niet bijten. Daar was je speelgoed. Ga je daar maar pakken. Ja. Nou, dan moet ik eens even lezen, want ik heb dat nog nooit gehad. Moet ik dat nog verder kopen, ja of nee? Croissantjes. Voor de zondag, als Jan eens kindje komt. Ja! Hallo lieve vrienden, een hele goede morgen. Ja, het is vandaag alweer een maandag, 27 januari en we beleven 3 minuten over 10. Dank u voor vroeg uit, Ben. Nou, Rebecca die zou ook komen, maar die komt niet. Nee, want deze gek, ja, ondanks dat ik er heel keurig en netjes erbij zit en wakker ben en fris en monter ben, ik heb de hele nacht niet geslapen. Oh, zo moe zijn, maar niet kunnen slapen. Ja, vrouwtje komt. Wil er een erin en dat is Kandalf. Marijke is er ook net in, maar Kandalf die kwam dus niet mee. Nee, want Rijke hield hem tegen. Dus ja, dan doen we het even op deze manier. Kijken. Leuk. Kiek. Koek, koek. Hey. Niet bijten. Daar ligt je speelgoed. Ga je daar maar pakken. Daar. Ja, je pakt het zelf maar. Maar in ieder geval, tussen 10 en 12 komt er een monteur voor de stoellift. Wist ik vorig jaar al, want even zien, november zoiets kreeg ik die brief al. Ja, toen dacht ik ook bij mezelf, mijn hemel, kan het niet nog eerder. Ik krijg nou al een brief, terwijl het eind januari pas komt. Dus ja, ik denk begin januari is ook toch goed. Maar ja, oké, moet je hem heel lang bewaren, hè? Dan moet je hem niet weggooien, want dan vergeet je het. Ik heb hem hier, hij komt tussen 10 en 12. Rebecca die was vanochtend vroeg op een wakker en ik was al met haar aan het appen even. En toen vroeg ik aan haar, weet jij ook hoe men slapen moet? Hoe bedoel je? Wat bedoel je? Ik dacht bij mezelf, ja, nou, wat ik zeg. Hoe moet men slapen? Ja. Maar ze begreep me niet. Ik snap ik de hele nacht nog niet een oog dicht kunnen doen. Wel op bed, maar slapen ook maar. Maar ja, er gebeuren ook leuke dingen op bed hoor. Ja, op een gegeven moment ik kreeg zin in wat. Ik werd er beroerd van dat ik zo... Ja, die maag die begon te rammelen en te doen. Nou, doe ik wat in. Ik had nog een stukje worst in de koelkast leggen. Hekje beneden in plakjes gesneden, in een broodzakje gedaan, meegenomen naar boven. En daar hebben we met z'n vier op zitten te peuzelen. Iedere keer een stukje, eerst de helft, één plakje. Dat de helft weer door een plakje voor Eeuwen. Ik kan dan weer door de helft voor Rijken en mij. En zo, iedere keer heb ik dat om en om gedaan. Dat was het. Nou, Kandal die zat die kant van mijn benen. Rijker die zat er dieker van mijn benen, zo. Dus ik zit te... Oh, Rij, wacht even. Even geduld. Even geduld. Ja, kom maar. Daar is de monteur al. Nou ja, dan zal ik die bel eventjes afzetten, want anders dan blijft die gaan. Nou, stil maar. Stil maar, Rijker. Stil maar. Ja, kom maar hoor. Hij is open hoor. Rijka, hier. Rijka. 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 Als we... Weer een nieuw... Ja, ik ben gelijk aan het vloggen. Oké. Dat is dus de monteur. Hij is lekker vroeg. Nou ja, dan kan ik ook zo weer naar bed toe. Wat denken jullie ervan? Ik heb helemaal nog niet geslapen.
Ja, dat is niet mooi. Nee, echt niet. Nee. Ik ben er beroerd van. Ja. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Nou, dan ga ik. Wel op bed. Wel, ja, ik moet er nog wat afhalen. Ik zal even afsluiten. Wil je koffie? Nee hoor, dank je wel. Hè. Nee, echt niet. Dank je wel. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen tot straks. Ja, de monteur mag er niet op vanwege zijn baas. Wordt zijn baas boos, denk ik. Dus, nou ja, oké, tot later. Rijka hier. Hoog, ga naar beneden. Moet omhoog. Ja, mijn stoel die staat een beetje te laag. Zo, daar waren we weer. De monteur die net de deur weer uit. Ja, hij heeft de hele stoel nagelopen en gekeken en gespoten. Met een spuitje hier en een spuitje daar. Gesmeerd en gedaan. Twee nieuwe accu's erin, want die waren 5 jaar oud. Ja, dat kan wel ongeveer kloppen, want al langer dan 5 jaar. Want ik geloof dat wij hier al 3 jaar woonden voordat mijn mannetje kwam te overlijden. Ik weet het niet eens, niet uit mijn hoofd, maar dat zat allemaal nog wel na te gaan, denk ik. Maar dan moet ik in het boek gaan zoeken. Nou, daar heb ik geen zin in. Dus dat doen we maar mooi niet. Het is gewoon een feit dat het waar is. Wat valt daar te zien? Rijka. Hallo. Wat valt dat te zien? Dan is het toch niks, mullebeet. Maar in ieder geval, ik ga haar dat zo meteen ook uitlaten. Want ik denk dat ze kan al of zo ziek. Ik weet het niet. We blijven van die plant af, hè? Dat mag niet. Wat is er dan? Zie jij iets wat ik niet zie? Oh, kijk, daar kan als het water te drinken. Vies water, regenwater. Ja, dat moet hij weten. Doet Rijka ook wel hoor. Ja, die weet ook precies wat ze het kan doen. Want dat heeft Kandolf wel laten zien. Ja. Maar in ieder geval, ik heb nog even een lekker bakje koffie gemaakt. En daarna ga ik, als ik dat op heb, ga ik Rijka uitlaten. Als ik terug ben. Duik ik mijn bed weer in, want ja, ik ben echt gebroken. Nou ja, wat wil je als je een hele nacht niet slaapt? Oh ja, en ik heb nog een nieuwtje. Omdat ik vannacht niet kon slapen. Ja, ik dus, kan niks aan doen, het is nou eenmaal zo. Ik heb een app op mijn telefoon en dat heet Too Good To Go. Ik heb vannacht boodschapjes gedaan. Nee, dat is de verkeerde app. Niet die, moet die hebben. Ik heb vannacht boodschappen gedaan bij de foonmarkt. Ja, even wachten hoor. Ja, dan moet ik er even naartoe. En 2 maal bij de foonmarkt. En dan moet ik vanaf 5 uur tot 6 uur kan ik dat recht om te halen en dan moet ik dat laten zien. Ja, moet ik laten zien. Dus helemaal goed en het was iets van 3,99 geloof ik. Ja, 3,99. 2 maal, dus zeg maar 4 euro, voor dus 8 euro heb ik 2 tassen dan. Als, ja, ik heb 2 keer gedaan, dus dan krijg ik ook 2 tassen. Dus ja, dat moet ik ook allemaal nog voor elkaar maken. Ik moet dus een tas voor op mijn vloertje, maar ik moet aan mijn rugleuning die rugtas dan weer even doen. Die ik toen ook mee had voor naar Karen en Roderick met de eerste kerstdag. Dus ja, het komt helemaal goed. Ik ben er blij mee. Ik weet eigenlijk nog niet wat het is. Maar we gaan het samen beleven. We gaan het samen kijken. Ja. Dus het komt helemaal goed. Hoe zorgen we samen voor magie? Nou ja, gewoon doen. Ja. Nee, ik ben er wel blij mee. Ja. Ik wil enkel nog eens een keer de DK-markt erbij zien te krijgen.
Want dat is hier ook. Nou ja. Ja, 3,99. Nou, dat is toch niet gek? Nee. Niet gek hoor. Krijg je een tas om de boodschappen, wordt er beloofd. Nou, ik ben benieuwd. Dus, maar dat komt allemaal wel goed. Denk ik. Toch? Ja, dat denk ik wel. Nou, ik had die ook geopend. Mijn spel. Maar oké, ik ga eventjes mijn spelletje doen en even een bakje koffie. Maar dat is nog kokend, het hele weekend net ingeschonken. Als dat op is, ga ik Rijke uitlaten. En als ik dan thuis kom, dan ga ik naar mijn bedje toe. Want ik ben echt doodmoe nu. Het is misschien niet aan me te zien, maar ik voel me wel zo. En dan even 1 à 2 uurtjes slapen proberen. Daar, en ik zet gewoon mijn alarmen achter elkaar. Dat, dat ik hem dan toch echt uit moet weer. Ja, maar dat komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, jullie horen me straks nog wel weer als ik weer met Rijke terug ben. Ik zou zeggen, tot dan. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, we zijn alweer een klein uurtje thuis hoor. Maar ik heb eerst nog even wat gedaan. En het is nou tijd voor mij om even naar bed toe te gaan. Ja, want ik ben gerad beraakt. Ik ga even lekker een paar uurtjes hebben. Nog mij gezien om te draaien. Even 2 uurtjes proberen te slapen. En dan mij weer opknappen. En dan komen we er weer uit. Alle diertjes zijn binnen, zoals Gandalf is binnen. Hoe is het mogelijk? Gandalf! Koek, koek! Gandalf! Hé! Hey. Gandalf! Die is ook doof. Gandalfie! Hé, hé! Mag in de krant? Dat je me hoort? Dat je doof wordt? Maar oké, ja, dat we gaan lekker naar een beetje Veren Lakenstraat en met je kussens lopen, ja. Ik zou zeggen, tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, we waren alweer een tijdje uit bed, want ik ben alweer net binnen met Rijka. Ook die heb ik weer uitgelaten. Maar, moet ik wel bij zeggen, ik heb geen koffie genomen dat ik uit bed kwam. Moet ik nu nog doen, maar er wil er ook eentje weer binnenkomen. Joh, deze meneer, die wil graag binnenkomen. Hé, moet hij maar even naar binnen toe, dacht ik zo. Ik zet jullie even, ik moet er even bij. Zo. Nou, komt er maar. Goed zo. Ja, terwijl die bij de tuindeur ook naar binnen kan, maar nee. Hij gaat er via de tuindeur eruit en komt via het raam er weer binnen. Ja, maf Kees. Hé, maf Keesie. Ja, je hebt een maffe Trien. Ja. Ja. Dus, nou, ik heb er weer moeten kammen met vloeikam. Ik heb weer wat gevangen. Ik begrijp dat niet. Waarom helpt het spul niet? Karen die heeft ook al gezegd, mam, ze komt bij andere honden in aanraking. Gandalf komt buiten, komt ze mee in aanraking. Ja, ze heeft inderdaad gelijk. Maar toch, zoveel bijten, zoveel klauwen. Ik ben mijn vorige honden niet gewend die ook buiten kwamen en in aanraking kwamen met. Nee, dat is. Maar ja, ik heb in ieder geval weer wat weg kunnen plukken vanochtend. Dus dat is blij toe. Hoe laat leven we nou? Het is 4:30. Ik ga een bakje koffie nemen. Want tussen 5 en 6 moet ik bij de FOMA zijn. Ja. Even 2 tassen met boodschap ophalen. En ik moet nog een tas pakken. En die moet ik aan mijn rugleuning nog doen. Dus ja, nog een hoop te doen. Even zo goed. En dan met jullie dus de tas uitpakken. Ik weet niet wat erin komt. Nee. We zien het vanzelf wel. Dus ik zou zeggen, oh, ik beweeg helemaal. Jeetje, ik draai er.
Maar ja, mijn handen tintelen ook door de kou, want het is koud. Ik had wel mijn handschoenen aan, maar het kan er doorheen. Dus dan weet je het wel. Maar in ieder geval, ik zal zo meteen mijn rugtas pakken en die eerst even om mijn rugleuning van de booster doen. Ja. Dus ik zeg tot jullie, tot straks. Ja, lieve vrienden, ik hoop dat jullie mij kunnen verstaan. Want ik heb het nu op de statief staan. Ik heb een tas vol met boodschappen. Die ik dus afgelopen nacht via die app Too Good To Go heb gekocht. 2 maart. Ik weet niet wat het is. Nee. Want ik heb eerst koffie gemaakt en toen dat voor elkaar gezet. Dus uit. Het zijn 2 tassen. Heb ik in 1 tas even laten doen. Maar hun hadden het al ingepakt. Wat het is, ik weet het niet. We stallen het even uit. Ja, eerst even 1 tas. Nou, oeh, die is echt zwaar. Halleluja. Kijk, deze heb ik erop. Zo. Dus die weer hier neer. Nou. Alle biologische. Weet ik veel wat. Ik weet niet wat het is. Lust ik het niet? Is er wel een mondje die lust? Zo. Nasi Obani vlees. Nou, dit was de waarde van. Het is wel afgeprijsd, maar het doet er niet toe. 1,16 van 1,79, normaal 1,79. Dat vlees is 2,71. Wow, halleluja. Normaal kost dit 5,50 euro voor 2 stuks. Nou was het dus 3,59. Maar ik heb 1 tas voor 4 euro. Melkunie, protein, strawberry. Dat is een toetje. Normaal 1,19 was al afgeprijsd naar 77 cent. Aardappeltjes. Nou, vastkokende aardappelen. Nou, dan moet ik eens even lezen, want ik heb dat nog nooit gehad. Moet ik dat nog verder koken, ja of nee? Croissantjes. Voor op een zondag, als Jan's kindje komt. Ja! Worteltjes. Waarom was dat zo zwaar? Dat weet ik niet. Nou, tas 2. Weer zo'n pak. Weer zo'n pak. Dus dat is 2 pakken gehakt. Van hetzelfde, jongens. Nee, dit is kipfilet. 5,75, mijn genade. Was wel afgeprijsd naar 3,75. Jeetje Maria. Oh. En vis. Lekker. Toch weer anders, hè. Was 4,99 afgeprijsd naar 3,24. Nogmaals worteltjes. Weer een toetje. Is dat weer dezelfde? Ja. En weer croissantjes. En weer aardappeltjes. Nou, weet je, ik lees dat en misschien dat ik... hoe heet dat? Wanneer Astrid weer komt eten. Ja. Ja, toch? Ja. Nou, dat was het. Ik weet niet.
niet of jullie het zo kunnen bezien allemaal. Dus twee maal aardappeltjes. Twee maal worteltjes. Twee keer een toetje. Twee keer zo'n pak. Biologisch, ja, weet ik van wat. Wat is kefir. Een zuiveldrank, ja, oké. Maar wat voor een drank? Melk lust ik niet. Nou, we zullen dat beleven. Twee maal croissantjes. Twee maal gehakt. Eenmaal een kipfilet. Een biologische wat er bestaat. Eenmaal bami nasi vlees. En eenmaal een visje. Lekker! Ja, helemaal lekker. Weet ik het nou niet? Ja, ik ga het nou niet eten, want dat is toch te laat voor 17:15. Moet je nog helemaal gaan bakken, braden doen en alles. Nee, komt wel. Gaat de vriezer in, dat ga ik lezen. De rest weet ik wel wat het is. Dat, ja, maar ik heb nog nooit iets van deze aardappel gehad. Moet ik die nog afkoken, ja of nee? Dat zie ik zo met mijn schele ogen niet eens. Wacht eens even, ik heb hoe heet dat? Een schijnwerper erop, zo'n zaklamp. Kijken of dat helpt. Zo niet, heb ik nog een vergrootglas erop. Ook dat nog. Eerst eventjes daar naartoe. Eerst even blablabla, zaklamp. En die staat nou uit. En dan staat die aan. Kijk, dat scheelt nog wel wat blokken van borrel. Ja, kook de aardappelen in circa 10 minuten gaar. Vergiet intussen 2 eetlepels olie in een braadpan. En bak hierin de gehaktballen. Oh, dit is recepttip. Maar ja, nou weet ik dat ik de aardappel eerst moet koken. Ja. Nou, dat komt toch goed? Ja hoor, het komt helemaal goed. Simpel, zo. Dan gaan we gewoon koken, ja. En de rest, nou ja, ik ben er blij mee. Ja. Ik heb weer voor weinig geld dit in huis. Want het is toch wel allemaal duur spul. En 2 x 4 is 8 euro. Dit voor 8 euro. Nou ja, reken maar uit. 4,99. Dit is al 5 euro. Dus ja, 2,71. Ik ga het zo ook even oprekenen. Ja, lijkt me een strak plan. Dacht dat ik een rekening zie. Oh, wacht even. Nee, ik geef even wat anders. Even mooi. Ik heb daar ook een rekening leggen. Die gaan we even erbij halen. Ja, gaan we er even bij halen. Zo. En die doen we gelijk aan. Oh, we hebben vinger op de grond. Die moeten we weer even. Nou, komt zo wel. Even kloeren. Eens even zien. Gaan we rekenen hoor. 4,99. 4,99 plus 2,71 plus 5,77 plus. Oh jee. Moet ik nou die 5,50 nemen? Ja, eigenlijk wel. Want dit is afgeprijsd. Ik neem niet afgeprijsde bedragen. Dat is niet. 5,50 plus 5,50 plus nog een keer 5,50 plus 1,19 twee maal 1,19 plus 1. Oh, nou doe ik het fout. Ah. Jeetje, nou ik reken het wel uit en dan horen jullie het later wel hoe en wat. Ja toch, doen we het ook zo. .nl of
Ik ging er mist in. Ja, nou, ik zal het zo meteen wel even in alle rust even doen. En ik zou zeggen, dan horen jullie het straks al. En ja, wat ik ga eten, weet ik echt nog niet. Nee, ik had zelf in het hoofd gewoon even een bakje noedels op. Omdat het zo'n rare dag was, dat ik vanmiddag weer even op bed heb gelegen, vannacht niet heb kunnen slapen. En ik ben, ik heb last van de rug. Maar ja, wat wil je allemaal met die heksenketel, jacht en alles. Maar ik ben er wel blij mee, ja. Zeker te weten. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. En jullie krijgen straks het totale tijdbedrag van mij te horen. Als ik niet overal achter de prijzen aan kan komen. Maar het afstaat. Ja, toch? Nou, ik zou zeggen, tot straks. Ja, lieve vrienden, ik ben eruit. Totale tijd. Wat hier op staat. Kun je nagaan. Hoe duur het is. €36,81. En wat heb ik betaald? Weet jullie dat nog? Het was €3,99, dus dat ronden we af van €4. En samen €8, want ik had 2 tassen. Ik heb 2 keer gedaan. Nou, wat wil je nog meer? Ja. Dus ik ben er alleen maar blij mee. Ja. Super. Dus €36,81. Dus ja, dat gaan we eventjes opschrijven zometeen. Want dat vind ik eventjes ook leuk om dat te melden tegen Karen en Roderick. Ja. Dus komt allemaal goed te zeggen. Genieten en smakelijk eten. Voor degene die nog eten moeten. Zoals ik. Maar ja, het is ook nog. Het is bijna 6 uur. En geniet van jullie avond. Ze zeggen. Maak het gezellig. Wees lief voor elkaar. Ik ben trots ook nog op Rijka. Want die heeft het weer heel goed gedaan. Die heeft heel even gepiept dat ik wegging. Daarna was ze stil. En ze heeft heel even gepiept dat ik terugkwam. Maar niet zo hard dat ik het via mijn mobiel kon horen. Nee, dat ging het er niet worden. Nee. Dus zachtjes was ze. Ze heeft op de bank gelegen. Ze heeft op de bank gestaan. Ze heeft voor de deur gestaan. Dat mag allemaal. Dat moet ze zelf weten. Maar ze heeft niet gehuild of wat dan ook. Dus toppie. Zo is ze. Ja. Dus dat wou ik jullie ook toch even mededelen. Dat ik trots op mijn meisje ben. En ze leggen nou allebei zo lief te slapen. Geweldig. Ja, Ewin en Rijka. Kan nog iets boven, want ze hebben ook, ze hadden zin in wat. Ja, vanochtend vroeg eten gehad en hadden ze nou alweer zin. Nou ja, ik denk, omdat ik van jullie hou, krijgen jullie nu al. En dan krijgen jullie later vanavond nog een beetje. Ja toch? Ja. Ze hebben nou hier eenmaal allemaal een gouden mand. Alleen de katten, die hebben geen mand. Die hebben geen verblijfplaats om te slapen. Rijka ook niet. Dan weer hier, dan weer daar. En ze is lekker bezig en aan het strunnen, et cetera. Maar ze doet het goed, mijn meisje. Ja, en ik ben blij met haar. Ook buiten op straat doet ze het goed. Met overstekers gaat zitten. Ik hoef zowat eigenlijk niks meer te zeggen. Mits wordt afgeleid. Vanmiddag was ze eventjes bang van een wildvreemde vrouw die niks. Angstig aan was, want die was heel erg lief tegen haar, maar kennelijk zrok Rijka van haar. Ja, en dat kan en dan, ze kroop helemaal zo wat in haar. Maar dat komt ook wel weer goed. Ja hoor. En het is druk hier in de buurt. Ik zou zeggen, ik ga de boel opruimen en jullie horen me vanavond weer. Ik zou zeggen, tot dan! Ja, lieve vrienden, het is alweer vroeg in de ochtend, zoals jullie van mij wel gewend zijn. Het is namelijk 3:19 in de ochtend. We leven op dinsdag, hoeveelste? De 28e leven we. En ik moet dus nog naar mijn bed toe, samen met
De beestenwol. Rijka. Rijka en Ewi. Hoe lief zijn ze. Lief, hè? Ja, gelukkig ben ik al weg geweest met Rijka. Die is al lang al uit geweest. En ja, ik heb nog even goede tijden, slechte tijden vooruit gekeken. Eventjes een blik op oneindig, eventjes mijn hoofd een beetje leeg maken van Facebook en alles. Morgen krijg ik bezoek van een vrouwtje, Femke genaamd. Ik heb haar al eerder op bezoek gehad, ergens begin vorig jaar. En toen was Astrid ook bij me. We hebben haar samen ontvangen. Nou komt het weer en ik moet er ook streng toespreken, want ze heeft dingen gedaan in de groep wat niet toelaatbaar is. Ze heeft ook sancties gekregen van mij voor 7 dagen maar liefst. Ja, moet ze maar datgene niet doen wat zij heeft gedaan. Ja, ze heeft ook een beperking, dus ja, ik behandel haar netjes. Correct en op een lievere manier dan ik iemand zou bespreken, zou toespreken aan iemand die dat niet zou hebben. Doe bij haar dus wel. Ze heeft, ze filmt graag en dan zingt ze een eigen gemaakt liedje die ze zo ter plekke verzingt. Maar half bloot, wel onder de dekbed, maar je ziet nou genoeg vlees. En dan ook nog de telefoonnummer op de groep gooien voor de mannen, die wel wat meer willen. Nee, daar leen ik mijn groep niet voor. 50 plussers en meer voor vriendschappelijk bedoeld dan dat. Ik wil dat absoluut niet hebben. Ik wil ook niet hebben dat men daar, hoe heet dat ook alweer, ja, ik ben even de kluts erdoor kwijt, want ik heb mijn hoofd er vol van gehad. Dat ze dus gaan zitten te daten. Wat ze privé doen, moeten ze voor zichzelf weten. Maar dan hebben ze niet bij Astrid of bij mij aan te kloppen. Ja, en dan krijg je vieze filmpjes, vieze foto's binnen. Nee, dan is het jouw eigen schuld. Want jij hebt zitten te daten, dus dan krijg je ook meer. Ik wil het gewoon niet hebben in de groep. En wat privé gebeurt, dan wij als beheer zijn er buiten. Nou heeft zij in de groep iets neergezet, nou wil je gewoon eigenlijk in principe niet weten, maar daar komen we morgen, oftewel vandaag op terug, wanneer zij hier aanwezig is. Want ik ga het vloggen, dus hou je hart vast, blijf zitten op een stoel, want ik vind dat niet correct. Ze heeft dus een sanctie van 7 dagen. Kijk, daar draai je op een blokkade voor altijd. Maar blijf mijn vriendin, ik blijf haar steunen, ik blijf haar helpen. Met de stappen die zij zet buiten de groep om. Het is niet normaal als jij je lichaam gaat verkopen op zo'n manier. Vind ik het niet. Nee, hoort ook niet. Maar in ieder geval, lieve vrienden, het is dus al vroeg. Zoals ik al zei, het is nu 3:23. Wij gaan een bedje toe. Hè, Rijka? Gaan slapen, want ik ben nou wel moe. Ik heb ook bewust 2 borreltjes op Berenburg. Met andere woorden, ik hoop dat ik kan slapen. Ja, afgelopen nacht niet geslapen. Ik hoop dat ik het nou wel mag en kan. Ja. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet ook van jullie avond, nacht, ochtend en tot over een aantal x uurtjes. En ik zeg tot dan wel rusten. Doei doei.